Nou, ik vind hem bijna buitenaards. Ja, hij zou bij wijze van spreken ook gewoon in de lucht kunnen vliegen. Het is een heel mooi bootje en ik denk dat je veel zou kunnen zien. Dus dat waardeer ik wel. Ja. Ja. Hey, je ziet je hier al wel lekker in rondvaren? Ja, zeker. Met mijn vrouwtje. Gezellig. Maak er een leuke avond van. Het model waar we hier naar kijken is de Sea Explorer 3. Het is een duikboot geschikt voor 300 meter en voor 3 personen. Er zitten 2 gasten zitten voorin en de piloot zit achterin de onderzeeër. En het is een volledig autonome duikboot. Wat mag het kosten? Het begint vanaf 2,5 miljoen. Meneer, kijkt er wel een beetje uit. Er klopt nou op het raam van een apparaat van 2,5 miljoen euro. Overdag een miljoen, maar dan is die... Ja, is hij duurder dan ik dacht. Hij is duurder dan ik dacht. Je zit nou aan een touw van een apparaat van 2,5 miljoen euro te sjorren. Hey, dat is niet best. Dat is niet best. Nee, dat is niet best. Ik heb het net niet cash bij me en thuis weet ik, dat doet mijn vrouw. We hebben 3 grote afzetmarkten en dan uiteraard mensen die een grote superjacht bezitten, maar ook researchgroepen. En cruise line organisaties. In het geval van een superjacht-eigenaar leent hij meestal zijn kapitein of zijn first officer uit aan ons, die wij opleiden als duikbootpiloot, die dan binnen 6 maanden zelfstandig de duikboot kan besturen. Ik ben toevallig 2 weken geleden teruggekomen van Sint Maarten en daar een paar duiken mogen maken op een van de cruiseschepen. Het is mooi. Het is mooi om bij dit bedrijf te mogen werken. Je bent goed verzekerd, want ik slaat er nog een paar keer op. Ja, maar hij is dik zat. Dus dat, Als ik heel veel geld zou hebben, in die orde van grootte, maar dan veel meer, dan zou ik zeker een experiment aangaan. Ik vind het wel iets voor de Côte d'Azur, hè? Maar ja, echt waar, met het vrouwtje erin en dan door de grachten van Amsterdam eens kijken, ja, wat er allemaal ligt. Ik denk dat we daar geen mooi uitzicht hebben, maar misschien hebben we dat geen eens nodig, want de ramen zullen misschien wel beslaan.